Be Live. Life is better on a roller coaster. Thank you.
Zo, jij hebt beelden gezien van de decoratie en Bellewaerde Halloween en overdag, en nu ga je beelden zien dat het lichtjes aan het donker begint te worden. We hebben al één betaald spookhuis gedaan, namelijk Fantasilion. 4 euro kost het, maar het was wel wat een tegenvaller. We hebben bijna geen enkel jumpscare in. En er zitten wel acteurs in, maar niet al te veel. Dus het was wel wat een tegenvaller. En nu ben ik stil aan de avonden van Over Bellewaerde. Nog veel wat ietsje anders zijn nu. Bijvoorbeeld dit is ook wel nice om te zien. In de wachtrij door. Bij de Mortal Express vertaal de Keverbaan hebben ze wel nog iets leuks gedaan in de wachtrij. Zoals je ziet hebben ze hier een goed licht inzet. Is dat een decoratie hier in het park wel een lichte voel voor humor heeft. Ja, lekker mesten hier. Amai. Vrij mesten. Yo, hier hebben we met z'n Team Park fans. Yeah, hallo, dames en heren. Hier. Samen met zijn vriendin Erika. Hallo. Ja. Hij is momenteel nu live ook op YouTube, dacht ik. Ja. Yep. Ja. Yo, kijkers. Hey. Ik vraag aan Erika voor goed te filmen, maar ze filmt de grond in de plaats. Ja. Sorry. Het is goed dat ik echt schandelijk zelfpromotie maak. Ja. Kijk, beste kijkers, abonneer even op BeLive. Ga even naar dat kanaal en abonneren, zeker. En voor de kijkers van mijn kanaal, abonneer even op Mr. Team Park Fans. Ja, zeker doen, want ik ga heel veel parken dat doen. Right, zijn link zal hieronder in de beschrijving staan. Yeah, nice. Goed. Yep. Zo, jij hebt Freaky Forest van mij en overdag gezien en nu hem van mij eens in de donker zien. Dus je hebt een heel ander effect nu. Zo, overdag heb je al gezien van mij en nu krijg je in de avond met mijn gezicht erop. Dus hier gaan we nu nog tijd erdoor. Maar nu die dooskopjes hier al goed klop kunt zien. Yep. Oké, nu hebben we het niet goed zien, want het is donker. Nou, zo zet door de forest of door het bos heen. Hier heb je zo zet een jumpscare. Donker is wel nicer om te doen. Dan heb je wel meer die verlichting en zo. Het is wel mooier. Pardon, zijn ze dat. Zo, en normaal gezien komt bijna aan het gedeelte waar de hek zit. Deze was on fire. Ja, natuurlijk gaan ze niet meer in brand schieten nu. Yes. Zo, die was on fire. Nu ga je door het tweede huisje door. Met de honk hier. Zo, maar blijkbaar hier en daar nog een extra acteur ertussen.
Zo, in de avond zie je blijkbaar extra acteurs hier ingezet. Hier, in deze dooskist. Nice dat in de avond extra acteurs hier in de Freaky Forest zetten. Hier hebben we dus weer die waterput die veel water spuit. Of zo gezegd, de hefput waarschijnlijk. En onze heks loopt hier nog altijd rond. En zo zijn we bijna de Freaky Forest uit. Hier op het einde van de Freaky Forest. En zo komt het einde van de Freaky Forest. Vond je het een leuke video? Vergeet dan zeker te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet zeker dat duimpje omhoog zeker ook niet te geven. Deel zoveel mogelijk al je vrienden en laat ook een reactie na onder deze video. En ik zie jullie in de volgende video.